Dit keer in Vinoniek champagne van een microproducent. Kijk mee. Een microproducent, wat is dat dan? Nou, deze meneer heeft maar 1,97 hectare aan wijngaarden. En hoe kan je daar nou van leven? Hij doet alles in zijn eentje. We hebben hier een van zijn twee champagnes. En we zitten op de Montagne de Reims aan de oostkant bij Frigny. En dit zijn wat koelere plekken. Maar misschien heeft hij wel stiekem vooruitgedacht dat het steeds warmer gaat worden. En dat je op die koelste plekken misschien wel de meest zinderende wijnen gaat maken. Een van zijn twee cuvées ga ik voor jullie openen. En weet je wat het allerleukste is? Op mijn nieuwe website zit een webshop. En vanaf nu ga ik jullie allemaal hele bijzondere dingen laten zien die je dus ook kan kopen. En deze is in mini oplagen te verkrijgen op mijn website. Er worden namelijk maar, en daar komt-ie. Er worden namelijk maar 1045 flessen van deze specifieke wijn gemaakt per jaar. Dat is natuurlijk helemaal niks. En ja, die gaan we dan proeven. Dit is zijn Grand Chemin de Champs. Is een cuvée van een wijngaard heet Les Chemins de Champs. Dit is 50% Pinot Noir en 50% Pinot Meunier. En over wie hebben we het dan? We hebben het over Guillaume Sergin. Guillaume en zijn broer hebben het domein overgenomen. Maar Guillaume wist al snel, ik wil het op een andere manier doen dan mijn broer en mijn vader. Dus die heeft zich losgemaakt en heeft dus nu nog maar over 1,79 hectare. Dus nog geen 2 hectare. En daar doet hij alles zelf. Het is een perfectionist die echt knetterzuiver werkt. En nou ja, zonder te veel in detail te spreken, gaan we naar kijken. Als je kijkt naar de kleur, is het helder, maar heeft het iets wat soort van rozige gloed erin. Je weet al, oh, weet je, misschien zitten hier wel blauwe druiven in. Ah, en als je het ruikt, dit is de nieuwe stijl wijnmaken champagne. Dit is niet de oude, kleverige, vette, zoete, vaak wat vlezigere stijlen. Dit is knetterzuiver. Je ruikt al gelijk die mooie pitjes van rijpe appels. Dat hele lichte rode fruit wat er doorheen geweven zit. Ja, dat aalbessen en rode bessen. Het is kruidig en super puur. Er zit ietsjes, een soort van toasty toontje, even iets op de achtergrond. Want die wijnen hebben houtrijping gehad. Maar dat is zo minimaal. Dat is een soort van wolkje aan de lucht. Een zinderende wijn hoor. Een wijn die je pakt met zijn citrus intense zuren. Met zijn sappigheid. Met zijn luchtigheid vooral. Die moes die heel mooi verweven zit, maar heel breed uitwaait. Een wijn waar het rood fruit heel mooi in de afdronken het overneemt van het citrusfruit. En de citrus, dat trekt je aandacht en dat zorgt dat je geconcentreerd bent. En dan daarachter vandaan, fop, komt al dat mooie rood fruit naar voren. Het is spannend, het is knetterzuiver. Er zit ook nauwelijks 3 gram dosage, dus suikertoevoeging in die wijn. Intens, het is schonend, het is opwekkend, het is speels, het is dynamisch, het heeft diepte. Er zit zelfs dat mooie houtgerijpte randje aan de afdronk. Het heeft eigenlijk wel alle facetten van grote wijn maken. En dit is weer zo'n unieke toonsoort in champagne. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik een paar van deze prachtige flessen Guillaume Sergin Pinot Noir en Meunier 50 om 50 in huis mag hebben. En juist deze rijping die ik voor deze fles heb kunnen krijgen, toont zich spectaculair goed. Wil je er ook een fles bemachtigen? Ga dan naar de webshop, kijk en bestel je eigen fles. En dan krijg je daar ook nog eens een keer een hele uitgebreide video bij. Want bij alle flessen die je koopt op de webshop van Vinoniek, krijg je een kaartje met een QR-code naar een uitgebreide video. Dit is maar de introductie. Straks gaan we hem helemaal ontrafelen. Vertel ik je over al die aspecten van de wijn, over de druivenrassen, over... Eigenlijk wordt het een soort mini-masterclass. Ik bedank je voor het kijken.
Deze keer met champagne van Guillaume Sergin. Half Pinot, half Meunier. Zinderend strak op zijn allerbeste. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Tot Winoniek. Doei!